Ga niet met die scope te... Ja. Je bent geen vent! Je bent geen vent! Je vecht als een man, niet als een pussy. Kom vechten als een man. Kom vechten als een... Yo mensen, Bassie heeft wel Bassie Stand. Met vandaag weer een nieuwe video. En een hele leuke, want we gaan de snipe versie doen van Fortnite. De snipe shootout modus. Dat is mijn favoriete modus by far. Ik ben verslaafd aan deze modus. Ik leef ook veel te hard mee met deze modus. Dat ga je zo meteen ook al zien. Ik heb lijpe reetjes gehad weer met mensen die gewoon niet als een fan durven te vechten met Scoped AI. Dus je gaat ook wat irritatie zien. Je gaat een paar lijpe kills zien. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie even nog wat mededelen. Want op 28 juni is er een speciale livestream waar twee werelden samenkomen. Het is mede mogelijk gemaakt door Doritos. Die hebben eigenlijk een leuk concept bedacht, want die hebben nu één zak met twee verschillende smaken. Het is de Doritos Collisions, ik moet even spieken, want het zijn hele exotische namen. Het is één zak met twee smaken, het is habanero chili en guacamole in één zak. En wat daar zo leuk aan is dat er een livestream komt tussen een gaming community en een soort beauty slash make-up community. Dus het is Milan tegen Jessie Maya. En hoeveel meer mensen er kijken van elke community, hoe meer, zeg maar, hoe meer ruimte ze krijgen op de livestream. Dus het is een hele wisselende livestream. Dus hoe meer mensen er komen voor Milan... En vanuit Milan, hoe meer scherm die heeft, zeg maar, op de livestream. Dus een hele aparte livestream. Het is eigenlijk een soort virtueel touwtje trekken. Van geef mij deze zendtijd, geef mij deze ruimte. Dan gaat ook, zeg maar, je kamer gaat steeds kleiner worden. Dus er gaan ook dingen vallen. Er gaan planken vallen, boeken vallen, kasten vallen. Alles gaat vallen. Het is één grote chaos, maar wel een leuke. Dus wat ik zeker zou doen, is even de beschrijving checken. Daar staan twee linkjes in. En ga even naar het kanaal van Doritos en naar de van Milan dus. Want ik support Milan, de gaming community. Laten we de gaming community niet teleurstellen. En laten we Milan niet teleurstellen. Laten we winnen van de make-up en beauty. Want wij zijn mannen, of niet dan? Goed, dat gezegd hebben we nu. Laten we maar gewoon beginnen met de video. Ik zou zeggen, let's go. Ik vind deze modus vind ik echt het hardst. Ik zeg het je heel eerlijk. Het is ook de meest frustrerende modus. Dat ook. Oké, er komt nog iemand hier. Ik ben sowieso eerder dan jij, jongen. Kom hier, kom nu. En nu heb je een probleem, jongen. Out of ammo, hoe dan? Hoezo heb ik maar één kogel? Daar loopt hij. Geef me alsjeblieft een wapen of kogels. Alsjeblieft. Hier zit voor niks in, jongen. Kutzooi. Zeg, ik vind deze modus vind ik echt gruwelijk. Ik zweer je, hier leef ik veel meer mee met deze modus. Omdat het ook veel spannender is. Als je bijvoorbeeld 1 op 1 komt. Met een sniper of zo. Laten we de scope TA even buiten het plaatje. Kutklingers. Maar ja. Dan moet ik ze zelf ook maar even gebruiken dan. Ik wil die drop hebben. Oh. Ja, daar ga je al, neef. Tuurlijk, gooi maar eruit, jongen. Laat je hoofd zien. Dan gooi je toch deze gewoon op je neus. Klaar. Je moet niet fokken met de assistent. Het is afgelopen nu. Ik own deze snipe modus. Het is klaar. Jullie zien het. Sniper specialist. Portafort gaat je niet. Oh, yo, 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 yo. Maakt niet uit. Bouw iets. Bouw iets. Kijk, dat is dus die fijne scope TA. En laat me nou niet boos worden nu. Ik zweer je, want als ik ergens een hekel aan heb, is die scope TA, hè. Kom maar. Waar ben je, jongen? Waar ben jij? Daar loop je. Kom maar. Wauw. Wat een faggot, hè. Kom maar pushen, jongen. Kom. Come to daddy. Is
Zelfs hier. Zelfs met de semi. Oh, yo. Ga niet met die scope TR. Je bent geen vent. Je bent geen vent! Je bent geen kolen vent! Met een scope TR. Ik haat die scope TR zo erg. Echt. Je bent een pussy. Jij bent een pussy. Wauw. Oh. Je bent geen vent. Je bent geen kerel. Ga, ga. Wat een vieze. Kijk, dit is nou zo'n type speler waar ik zo'n ontzettende hekel aan heb, hè. Oh, ik zeg het je heel eerlijk. Scope TR, C4, bababab. Op donderen, man. Ook nog zo'n semi-sniper. Nee, maar als je een echte fan bent, kon je gewoon met een bolt en een hunting rifle. Niet met andere dingen. Bah. 80 keer schieten om pas te hitten, man. Je bent geen vent. Je bent gewoon een... Nou, laat me niet zeggen wat hij wel is. Let's go to Snobby. The old school Snobby. Kijk, zoals nu heb ik bij Snobby geloot. En dan loop ik weg en dan zijn er nog 29 man. Dus dan is iedereen zo bijna uitgemurderd. Dus ik ga sowieso niet veel kills krijgen. Maar misschien moet ik even wat meer centrale gaan landen, inderdaad. Ik zeg gewoon inderdaad, alsof jullie dat ook zeggen. Maar ik weet wat jullie denken. Dit is zo schil. Hoe is dit mis? Hoe is dit mis? Hoe is dit mis? Hoe is dit mis? Even zonder grappen nu. Wat? Dat is 1. Dat is 2. Lekker papa! Kom eens! Kom eens hier! Kom eens! Kom eens even naar de assistent! Soms denk je gewoon dat je hem vol hit en dan mis je gewoon volledig. Tenminste volgens dat ding. Maar top 10 boys met 1 kill. Maar dit bedoel ik. Als je bij Snobby landt, dan is meer dan de helft al dood. Kut. Hij ziet het niet. Mensen gooien met C4's toch? Kan ik ook. Nee. Gewoon vecht als een man. Vecht als een man, niet als een pussy. Nee. Vecht als een man. Niet als een pussy. Gewoon vecht als een kerel. Vecht als een man, niet als een pussy. Gewoon vecht als een man. Kom vecht als een... Oh. Vieze, vuile, gore. Scoped EAS uit deze modus! Ik had hem meteen al moeten hitten ook, jongen. Slecht. Als de tegenstander je niet ziet, moet je gewoon die bolt pakken en hem door zijn kop inschieten. Oké, we gaan het iets centraler opzoeken. Ik denk dat het hier wel leuk is. Net na stilte. Eerder dan die andere guy ligt hier weer natuurlijk weer geen wapen. Tjoek tjoek. Tjoek 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 Denk maar dat ik in die traps loop.
Jij bent een Fatou, man. Oh, paarse bolt. Ik zweer het je, ik hou echt van die hunting rifle, joh. Geniaal. Ik hoop dat er ooit nog een dag komt dat er een gouden hunting rifle komt. Of een legendary. Zo heet het eigenlijk, hè. Waar ben je? Daar ben jij. Eén. Iets hoger. Zo dood. Jij gaat zo dood, daarom ga je mij afdoen. Oei, joh. Nee, nee, nee. Oeh. Jammer dat hij dan niet als kill meetelt. Nee, ik hoor weer zo'n scope te jaren, hè. Dom. Dom, dom, dom. Kut. Nee. Nee. Wat een trieste ventjes zijn dit, zeg. Ze kunnen niks 1-op-1, alleen maar C4's gooien. Ze kunnen niks. Dit is zo'n type. Kijk, scope DR, C4. Verder kan die niks. Zulke mensen winnen dit soort potjes, hè. Even serieus. Nou jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten, ondanks dat ik geen win heb gepakt. Wel een beetje spanning en sensatie. Vergeet zeker even niet de videobeschrijving te checken. En ga even naar het kanaal van Milan om even te checken hoe die livestream zal gaan. Want wij als gaming community moeten toch kunnen winnen van de make-up wereld. Dat moet gewoon kunnen, want anders zet ik mezelf ook gewoon voor lul. Dus doe dat zeker even. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe dat echt even. Druk dat belletje in. Reageer. En like. Thank you. Bye.